Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 9 november 2015. Dus het bulletin van maandag. Vandaag hebben we weer Contestia met nog weer wat kleine wijzigingen ten opzichte van gisteren. De instellingen zijn echter gelijk die je voor ontvangst nodig hebt, namelijk 355 Hz. Als centrale frequentie, het doel van deze dagelijkse experimenten is om de data steeds wat minder duidelijk hoorbaar te maken, terwijl de leesbaarheid van de data natuurlijk wel foutloos moet blijven. Bandbreedte is dus net als eerder 125, twee tonen worden er gebruikt, synchronisatiemarge is 8 en de integratie van FEC 4. Verder worden dus start-stoptonen gebruikt. Er is een nieuw zendprogramma voor de Raspberry Pi bijgekomen. PFM, wat er al eerder was, was een programma waarmee een FM-omroepzender gemaakt kon worden in stereo. Fox 5, Oscar Echo Oscar, heeft een programma gemaakt waarmee FM, AM, SSB, Slow Scan TV en de chatmodus FSQ kan worden gemaakt. De maker verwachtte dat deze eenvoudige oplossing voor een zender hetzelfde voor de zendkant zal doen als de RTL-SDR-stick voor ontvangst heeft gedaan. Met beide samen is het nu mogelijk om een zendontvanger samen te stellen. Het is overigens wel nodig om enige filtering toe te passen, omdat het signaal uit de Raspberry GPIO-aansluiting, overigens slechts een paar milliwatt sterk, niet geheel zonder harmonischen is. Er is weer een nieuwe melding primair gebruik bijgekomen. Naast de al vermelde intocht van Sinterklaas van 11 tot en met 14 november in Meppel is er in Amsterdam op 18 en 19 november het cultureel festival Turn on the Lights. Dat betekent dat 18 MHz rondom 2362 MHz op die beide dagen in Amsterdam niet gebruikt mogen worden. Ik heb er zelf nog niet één gehoord, maar ON-stations mogen deze hele maand de prefix OP gebruiken, Oscar Papa, ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Afgelopen weekend vroeg iemand of er websites over 60 meter zijn. Die zijn er inderdaad. Eentje met een groot overzicht van wat waar vrij is. Dat is hflink.com/60meters met een S op het eind. hotelfoxtrotlink.com/60meters aan elkaar vast. Een andere is 60metersonline.net, zeg ik dat nou goed? 60metersonline.net, 60 meters online is aan elkaar. De RCB heeft een aparte pagina over 60 meter. Verder is er een uitgebreide pagina met info over de nieuwe band op Wikipedia. Er zijn diverse bakens op 60 meter. Het bekendste baken is waarschijnlijk DRA5 op 5195 kHz. Delta Romeo Alpha 5 op 5195 kHz. Dit is geen amateurbaken, maar een wetenschappelijk baken, ooit opgezet door de Duitse marine. Dit baken dat ook op 10.144 MHz in de 30 meter band te horen is, het is dan wel een amateurbaken, en een deel van de dag ook in de 80 meter band, geeft Aurora informatie door. Het baken staat nabij Kiel in Duitsland, niet zo ver bij Denemarken vandaan. Te vinden op de website Delta Kilo 0 Whiskey Charlie Yankee.Delta Echo. Delta Kilo 0 Whiskey Charlie Yankee.Delta Echo met foto's van de apparatuur. Ik zal de genoemde linkjes in de loop van de avond ook op ba0ete.nl plaatsen. Verder nog iets uit de IT-wereld. De Consumentenbond meldde vorige week dat het installeren van een adblocker een besparing van tot 83% op je mobiele dataverkeer oplevert. Dat zet die internetreclame toch wel even in een ander daglicht. De bond onderzocht hiervoor 30 Nederlandse websites. iPhone-gebruikers die per dag 10 sites bezoeken besparen per maand zo'n 300 MB op hun databundel door een adblocker te gebruiken. Behalve geld bespaart de gebruiker zich ook ergernis, maar ook tijd, omdat de bezochte websites veel sneller laden. Daarnaast zijn er privacyvoordelen. Weer online spande de kroon. Die site zorgde voor de meeste onnodige megabytes met reclame per bezoek. Meestal meld ik geen nieuws over mijzelf, maar het volgende is wel leuk om te melden. Ik kreeg onlangs de nieuwe aantoffer voor PI7 ETE binnen. Papa India 7 Echo Tango Echo is een bakenzendertje van 300 milliwatt op 28302 MHz, voor diegenen die dat niet weten. Hoewel het baken daarvoor ook al enige tijd onder de kop PA0 ETE in de lucht was, dateert de eerste vergunning hiervoor uit 1987. Sinds februari 1988 staat het baken op het huidige adres. Het zelfgebouwde bakentje heeft geen noodstroomvoorziening, maar is behoudens stroomstoringen sinds februari 1988 nooit uitgeschakeld geweest. Verste afstand binnen Nederland waar het baken zonder backscatter gehoord is tegen de 50 kilometer. Daarnaast duikt het signaal van het bakentje dat werkt op een simpele draadantenne binnenshuis regelmatig op bij PJ4NX op Bonaire. Als je op YouTube op PI7 ETE zoekt, kun je daarvan een opname vinden. In het verleden was het vaak de vakantieperiode dat er veel rapporten binnenkwamen. Wil je een keer luisteren? Het bakentje werkt in FSK met een zeer smalle shift van 300 Hz. Eén keer per 10 seconden zendt hij alleen de roepnaam uit via een koolgever die nog met een diodematrix werkt.
Hij doet dat in positieve richting, dus als je een USB afstemt is het eenvoudigst te ontvangen. 28,302 MHz dus rondom Amersfoort. Leuk dat het baken ook de komende 3 jaar gewoon weer in de lucht blijft. Thank you.